Ik zit even hier gewoon met Juke in Tokio. Hello Juke. Hallo. Het zijn onze TripAdvisors. Ja. Ik ben nog steeds niet helemaal wakker, ja. Maar ik ben er wel. Ik ben hier heel wakker. Oh, you're full. We zijn in Take a Shit Street. Take a Shit Street. Oh, we gaan beginnen. Dope. Voor je hondje? Puppies. Ja, dan kan je dus dat, je kan dus dat lapje, dan kan je dan als een soort, met een soort prothese kan je hem omhoog houden. Een soort van satésprikker. In deze winkel kan je dus je hele pop zelf samenstellen. Dus hier heb je hoofdjes. Hier heb je hele lichamen, handjes. Ze houden hier van hele grote tieten, dat is echt niet normaal. Oh, pruiken. Oh, kijk. Verschillende oogsoorten. Take me. Van de ene naar de andere plek lopen en dan een soort oceaan van geluiden. Op elke vierkante meter hoor je iets anders brullen. Zoveel geluid. Jezus, ik Ik ben nu in de pornoafdeling van Japan gekomen. Oh, kijk dat konijntje, joh. Oh, dope. Het is fantastisch. Het kan zo om je drankje heen geboetseerd worden. Laten we naar zo'n meetcafé gaan. Ja, ik ben helemaal overprikkeld. Als je nog niet overprikkeld was, dan word je het hier. Ik ga een animal parfait nemen. Ik dacht veel van deze twee beren in een bedje. Je kan die twee beren in een bedje kan je bestellen. Het is een omelet. Een lekker omeletje. Ja, Rami dit. Wat gebeurde er net? Bij elk gerecht wat je krijgt gaan ze een liedje zingen. Hey! Wat is ons net overkomen? Overprikkeld.nl. Ik voel me vies. Ik voel me viezig. Ik vind het zielig. Ik vind het ook grappig en gek. Mijn oren. Overprikkeld, ja. We hebben een taxichauffeur met handschoentjes. Juke heeft ons een restaurant aanbevolen en ze zegt de eerste 15 minuten moet je gaan filmen. Sowieso, je mag hem niet uitzetten. Ja, het wordt crazy, ja, ja. Ik ben ook bang voor wat ik moet eten. Ja, maar het schijnt niet vies te zijn. Ja. Wat staat ons te wachten? Wat gaat er gebeuren? Het bord. Ja? Ik zie kikkers, konijnen en beren. Ja. Ik heb echt geen idee, want ik heb vandaag al zoveel rare dingen gezien. Staan, maar we gaan Frog is Stranger Than Fiction. Dat is de tekst van het restaurant. Nou, let's go. Ik schreeuw, weet je ook wel een... niet. Ik wil niet.
vuur in die kerk. Are you the best one tonight? Yeah. Yes. Your name? Marcio. Mushroom? Yeah. We zitten nu op de grond. Een bijzettafel. Hij zei dat er geen reservering was, dus het is een beetje vreemd. Ik heb het gevoel dat ik daarbij had. Dit was hij ook heel raar. Ik hoorde net heel hard gegild toen ik naar beneden ging en toen was ik toen weer weg. Dus ik heb geen idee. Ze zeiden het heel grappig vond, dus wel zij al lorretjes waren. Maar ik wil gewoon eten. Ja. We zijn er semi-uitgezet, semi-uitgegaan, semi-weggevlucht. Ja. Nou, we kwamen binnen, toen mochten we al niet komen, eigenlijk. Toen was heel boos dat jij niet Marcio heet. Ja, onze fixer die had namelijk gereserveerd voor ons. Nou, daar was hij... Ik al heel opstandig van. Ik denk, nou ja, dan niet. Dat is goed. Ja, maar echt heel boos. Dat je denkt, waarom zo boos? Ja, waarom zo boos? Ja. Toen kwam heel opstandig ging hij toch een tafeltje Een keukentafeltje, maar echt van 30 centimeter uitklappen en twee kussen op de grond gegramd. En toen kwam het, toen zag hij, dit is een man die eigenlijk clown had willen zijn. Hele enge, vieze man. Hele vieze tanden. Die een act op zijn eigen restaurant. Hele vieze tanden, heel vieze gebit. En die dan bij elk ding een act gaat doen. Toen dacht ik, nou, ik heb honger. Ik ga niet bij elk ding een act doen. En hij kwam nog twee keer terug, zo van, jullie hebben niet gereserveerd. En dat je, wat wil je? Wat wil je dan? Nee, blijf maar je hebt niet gereserveerd. Maar een act, bij elk drankje. Een act. Maar ook een hele slechte act, daar was ik nog heel slecht. Ja, en hij ging ook nog aan me zitten. Hij ging aan je zitten en dan ging met die vrouw met de tong in de oor met je. Ik vond het zo vies, ik wilde weg. Echt heel vies, ik heb een buikpijn van. Ik wil dat niet meer meemaken. We gaan even een hamburger eten. Groetjes. Oh, vergeet niet te liken en te abonneren. Het is gratis. En ik vind het leuk.